De inflatie in Nederland heeft astronomische cijfer van 17.1% bereikt en dat betekent dat we iedere dag armer worden. De boodschappen worden steeds duurder, net zoals benzine, diesel, gas en stroom. En de hypotheekrente stijgt terwijl de banken nog steeds zuinig zijn met de spaarrente. Afgelopen donderdag probeerde de Europese Centrale Bank de turbo-inflatie te beteugelen met een renteverhoging van 0,75% en dat is de hoogste verhoging sinds de invoering van de euro. Voorlopig heeft het allemaal nog nauwelijks effect. En een recessie lijkt in aantocht. Reden voor ons om te vragen of de president van de Nederlandse Bank bij ons langs wilde komen, Klaas Knot. En dat heeft u gedaan. Welkom. Graag. Zo, laten we beginnen. We hebben heel veel te bespreken. Er is zoveel aan de hand. Maar eerst even. De komende maand, in november, krijgt iedereen in Nederland 190 euro erbij van het kabinet energiesubsidie vanwege die enorme prijzen. Heeft u met uw banen en uw functie dat geld nodig, die 190 euro? Nee, ik denk dat u meteen eigenlijk hè, de kern raakt van, uh, van waar wij ook al vaker aandacht voor hebben gevraagd. Het is volstrekt begrijpelijk dat het kabinet tracht om een aantal hè, mensen met een hoge energierekening en een laag inkomen te compenseren. Want dit is een ongekende schok, dit kun je niet verwachten dat mensen dit zelf voor hun rekening kunnen nemen. Maar wij zeggen er wel steeds bij, zorg er nou voor dat die steun zo gericht mogelijk alleen maar terechtkomt bij mensen die het nodig hebben dat die tijdelijk is en dat die gefinancierd is. Nou, terugkomend op uw vraag, als u strikt de vraag stelt... nee, dan heb ik dat niet nodig, die twee keer 190 euro nee. die ik de komende maandag... De Ener Energiemaatschappij van de Bron die geeft uh, haar klanten de mogelijkheid... om die 190 euro te doneren aan bijvoorbeeld het Armoedefonds of de Voedselbank. Is dat iets wat u overweegt om te doen of misschien al gedaan hebt? Ik, weet het niet. Nou, ik heb er nog niet aan gedacht, maar ik, uh, kijk, in mijn eigen beleid... ten aanzien van goede doelen probeer ik vooral structureel... Goede doelen te ondersteunen. Want ik heb zelf ook acht jaar in de Raad van Toezicht van een Goed Doel gezeten en ik weet hè, ja. dat goede doelen vooral gebaat zijn bij voorspelbare en structurele uh, donaties. Maar ze, maar ze zullen er zou... geen nee tegen zeggen. Ze zullen er te... absoluut geen nee tegen zeggen. Ja. En dus zeker iets te, te overwegen. Ja, gaat u misschien wel doen. Misschien ga ik dat wel doen, ja. ja. Elf jaar bent u nu president van de Nederlandse Bank. We zitten echt in een zware crisis. Heeft u dit ooit eerder meegemaakt? Torenhoge inflatie. Van 17,1% in Nederland. hoogste van Europa, zo'n beetje. Nou, ik heb dit meegemaakt toen ik als scholier uh, naar de middelbare school ging. Uh, eind jaren 70, begin jaren 80. Hè, het is voor het eerst in decennia dat we weer met een dergelijke inflatie uh, geconfronteerd worden. En ik blijf er dus ook op hameren in gesprekken met mensen. dat we gewoon goed moeten kijken naar wat er in de jaren 70 gebeurd is. Er zijn natuurlijk ook belangrijke verschillen. Maar er zijn ook overeenkomsten. We hebben gewoon te maken met een inflatieschok die primair komt doordat de energietoelevering eh, is afgeknepen. Toen was het de olie, nu eh, is het gas. En we weten dat in zo'n situatie bijvoorbeeld stimulerend eh, begrotingsbeleid... Ja, eigenlijk niet helpt en eigenlijk alleen maar eh, extra olie op het inflatievuur gooit. En even heel praktisch, u heeft dat vaker gezegd in het verleden. Uw ouders hadden een huis... En die kwamen in die periode onder water te staan, op een serieuze manier. Dat heeft problemen voor de familie Knot opgeleverd. Ja. Heeft u altijd onthouden? Hè? Bij een traumatische ja, gebeurtenis was dat toen? Zeker. En uh, we zien ook nu dat de hypotheekrente uh, fors aan het stijgen is. Gelukkig nog niet. Naar de 12% die mijn ouders toen op tafel mogen nee, leggen. Maar over een paar maanden, als u we hier weer zou zijn, dan, dan kan het wel gebeurd zijn. Ja, het. nou, ik verwacht dat niet. Ik moet eerlijk zeggen, hè, er is wel een aantal dingen echt fors anders op dit moment in de economie. die maakt dat evenwichtsrentes enzovoort veel lager zijn. Vergrijzing, eh, technologische vooruitgang, dat zijn factoren die niet zomaar weg te poetsen zijn. Maar heel even over dat geld, hè, die 190 euro. U zei net al, van, het moet eigenlijk gericht bij de mensen terechtkomen die het echt hard nodig hebben. Dat gebeurt op dit moment niet. Dat het kabinet besluit om iedereen dit geld te geven en ook volgend jaar gaat dat door. Is dat financieel voor u als president van de Nederlandse Bank een verstandig besluit? Nou, als dat, uh, door, voorloop, als dat door zou gaan, dan zou het absoluut geen verstandig besluit zijn. Het gaat door. Uh, ja, dat zegt u. Uh, ik, kijk, dit besluit is onder stoom- en kokend water tot stand gekomen in de zomer, omdat er natuurlijk dramatische koopkrachtplaatjes ja. op tafel kwamen. Ik ga met u mee. In de zin dat ik denk dat ook in de zomer van volgend jaar de koopkrachtplaatjes er voor 2024 niet heel geweldig uit zullen zien. Dus er zal weer enorme druk zijn op de regering om dit beleid te bestendigen. Ik denk alleen wel dat we nu het voordeel van de tijd hebben tot die tijd. Dat we dus kunnen nadenken over het veel verder verfijnen van dit soort maatregelen. Zodat ze echt alleen maar terechtkomen bij de mensen die het echt nodig mm -hmm. hebben. En voor zover er dan een deel overblijft dat niet. Uh, he, dat, uh, dat betaald moet worden, dan kunnen we ook nu op zoek gaan naar dekkingsopties elders. Maar wat betekent dat als het kabinet het niet gaat doen? En als net zoals nu iedereen. Uh, ja, dat, uh, dat, dat, nog... dan, dan gaat het kabinet de overheidsfinanciën op een onhoudbaar pad uh, zetten. Ik wil u even, toch even in herinnering roepen. Eind jaren zeventig was de staatsschuldquote in Nederland 40 procent. Mm -hmm. Laat het even op u inwerken. Toch wordt er op die tijd teruggekeken als overheidsfinanciën die totaal uit de rails waren gelopen. Waarom? Omdat er in die overheidsfinanciën allerlei open-einde-arrangementen waren geslopen... die toen de economie begon te verzwakken, ontzettend moeilijk om te buigen waren en te corrigeren. En toen, vanaf 1980, ging de staatsschuldquote sky-high omhoog. Die fout moeten we niet nu weer maken Dat we te veel comfort ontlenen aan het feit dat onze staatsschuldquote maar 50% is... Terwijl we dus een open-einde regeling, potentieel open-einde regeling, als deze energiesubsidie in de overheidsfinanciën laten komen. Dus wij moeten zorgen dat we zo snel mogelijk een einde maken aan het open-einde karakter, dat we actief op zoek gaan naar dekking. En dat we het pakket volgend jaar gaan afschalen ja. tot diegenen die het absoluut nodig hebben. En als dat niet doet, zegt u, dan is dat onverantwoord beleid. Want dan is er geen geld meer uh, wat er tegenover staat. Nou, dan komen we weer in een situatie dat de Nederlandse overheidsfinanciën op termijn uit de rails zullen lopen. Ja. En dan zijn er misschien weer drie kabinetten Lubbers nodig hè, om dat uh, te adresseren. Oh, wacht even, maar dan hoor ik bij Lubbers denk ik meteen keiharde bezuinigingen. Dat, kijk, dat hangt er vanaf wat we gaan doen met de overheidsfinanciën. Ik wil er ik wel op wijzen, he, wel wijzen dat ja. de economie op dit moment veel en veel ja. sterker is, veel maar, beter functioneert dan in de jaren 80. Even precies. Onze arbeidsmarkt, onze economische structuur. Ja. Hè, er zijn ook belangrijke verschillen. Maar heel precies, u zegt wel, de waarschuwing aan het kabinet is: als je dit laat lopen, deze maatregel, dan kom je op termijn in een situatie terecht dat je keihard moet gaan bezuinigen om het in te halen. Exact. En ik denk dat het kabinet dat begrijpt. Ik heb in ieder geval zelf mij ingespannen de afgelopen weken om al mijn bezoekjes aan Den Haag deze boodschap ook over te brengen. En ik proef ook de wil aan de tafel van het kabinet om naar de voorjaarsnota toe, naar de zomer van volgend jaar toe, ook hier actief over te gaan nadenken. Omdat ik nog steeds positief gestemd ben, geloof dat wij in Nederland begrijpen dat het geld niet aan de bomen groeit. En dat als je extra uh, uitgaven wilt maken, dat je dan toch echt ook elke keer de vraag zult moeten beantwoorden: waar gaan we de dekking voor die uitgaven zoeken? Even, u probeert met uw collega-directeuren van de banken in Europa de inflatie omlaag te krijgen. Heeft u afgelopen week geprobeerd, althans de voorzitter van de club, uh, Christine Lagarde, die heeft gezegd: uh, we gaan 0,75% omhoog met de rente. Dat is nog niet eerder gebeurd sinds het bestaan van de euro. En zij zei daarbij het volgende, laten we even kijken, want ze had een opmerking over dat ze verrast was door de enorme snelle stijging van de inflatie, Christine Lagarde. We have been utterly surprised by the unprecedented rise in inflation in a very short period of time. That called for a change of our monetary policy stance. Christine Lagarde. Ik vroeg me af, hoe kun je verrast zijn terwijl die inflatie al aan het stijgen is sinds vorig jaar. Waarom is zij verrast? En u ook kennelijk, door de stijging van de inflatie. Nou, kijk, dan moeten we denk ik even goed teruggaan, inderdaad, naar eind vorig jaar. Kijk, de inflatie is enorm versneld op 24 februari dit jaar. Start van de oorlog. Start van de oorlog. Dat neemt u ons hopelijk niet kwalijk hè, dat we dat niet hebben zien aankomen. We, we vonden ons in uitermate goed gezelschap. Ja. Maar u heeft ook gelijk als u zegt, ja, de inflatie liep eigenlijk al eind 2021 op. Toen was de verklaring daarvoor de, dat er knelpunten zaten in de internationale toelevering van goederen. Containerschepen voor de haven van Los Angeles, Shanghai, hè, die niet gelost konden worden, enzovoort. Als u afgelopen dinsdagochtend het financieel dagblad heeft opengeslagen, dan heeft u gezien dat inmiddels de Nederlandse pakhuizen weer vol liggen met al die spulletjes. Onverkoopbare spullen. Onverkoopbare spulletjes. Waar het nu even om gaat, is dat onze aanname dat. In eind 2021, dat dit dus een tijdelijk fenomeen zou zijn, deze knelpunten. Dat deze knelpunten zich zouden oplossen binnen de normale termijn waarin monetair beleid actief, uh, effectief kan zijn 18 tot 24 maanden dat dat niet zo'n hele rare. Aanname was toen ter tijd, wisten wij veel van wat er nog in februari 2022 zou gaan dat, gebeuren. Dat punt heeft u gemaakt, dat is heel duidelijk. Maar je ziet bijvoorbeeld bij de Amerikaanse Federale Bank: die hebben de rente al op 3,5% staan, terwijl die dus in Europa nog op 1,5% staat. En er zijn natuurlijk mensen die kritiek hebben op uw beleid en dat van uw collega's en zeggen: veel te laat en veel te weinig. Die lossen ja. niks op, die ECB. En ah, die kijk. inflatie is, dat is, dat, dat kun je niet meer verkopen aan de Europeanen. De Amerikaanse inflatie is in de aard anders dan de Europese inflatie en is ook veel eerder begonnen. Heel gechargeerd gezegd, onze inflatie komt grotendeels door meneer Poetin. De Amerikaanse inflatie helaas komt grotendeels door meneer Biden, die in 2021 op een toen al oververhitte Amerikaanse economie met een enorm begrotingsstimuleringspakket kwam. Dus geen wonder dat de Amerikanen eerder zijn begonnen te verkrappen. Je zou je zelfs kunnen afvragen dat ze maar drie maanden eerder zijn begonnen als wij. Zou je die vraag aan mij moeten stellen of zou je die vraag aan hen moeten stellen? Mm. Hoe dan ook, we hebben onze lessen geleerd vanaf het moment dat in februari Poetin... Uh, de Oekraïne binnenviel. Vanaf dat moment hebben wij alle zeilen bijgezet. We hebben versneld alle aankoopprogramma's stopgezet. We hebben de rente inmiddels met 2% punt in een tijdsbestek van drie maanden verhoogd. We hebben de rentevoordelen voor de banken afgelopen week stopgezet. Dus. Wij zetten alle zeilen bij. Maar, maar u niet. moet u wel realiseren, ons beleid werkt met een vertraging van 18 tot 24 maanden. Oh, wacht even, dus, dus als wij drie maanden eerder waren begonnen, had ook op het inflatievoet van vandaag nog geen enkele invloed gehad. Dus we, we merken pas iets, zegt u, over, uh, over ruim een jaar tot twee jaar van de tweede helft van 2023. Doen. We zijn begonnen met dit beleid december 2021. Hmm. Dus telt u daar 18 tot 24 maanden bij op. Dan zou u. De effectieve, uh, het effect van ons beleid op de inflatie moeten, moeten gaan zien. De volgende renteverhoging, althans, die mogelijkheid is er van de ECB, die kunt u gaan doen weer in december. Is het klaar? Want er waren reacties afgelopen donderdag in de financiële pers van. Nou, dit was het dan. De, de haviken hebben gewonnen, daar bent u er één van. En de duiven kunnen nu weer. Actief worden, er komt niet veel meer bij. Hebben nee. ze gelijk? Nee, absoluut niet. En dat is ook een jammerlijk misverstand, hè, wat zich over slechts een halve dag in de markten heeft. Want op vrijdag kwamen we vervolgens weer dramatische inflatiecijfers voor de grote landen in de eurozone naar buiten. Nee. Kijk, in voetbaltermen bevinden wij ons nog maar in de slotfase van onze eerste helft. En dat is een eerste helft waarin wij het beleid normaliseren. Daarmee bedoelen we dat we het beleid gaan ontdoen van allerlei stimulerende elementen. Dat we de rente terugbrengen naar neutraal. Wat betekent dat is een niveau dat nog de economie stimuleert, nog afremt. Daarvoor hebben we inderdaad ook de decembervergadering nog nodig. Dan zullen we opnieuw een forse rentestap gaan nemen. Eén seconde. We hebben we dan over weer 0,75 procent zoals afgelopen donderdag? Nou, dat zou kunnen, maar daarvoor is het te vroeg. Ik wil mij niet nu al op een uh, cijfer. Dus maar, het zou kunnen, maar met het de, zou ook een ander cijfer. Dat kunnen snap worden. ik. Maar met de, de gegevens die u vandaag heeft, hè? nog steeds torenhoge inflatie, als u vandaag die beslissing moet nemen, wat wordt het dan? Nou kijk, nee, dat ga ik niet doen, want er komt nog. We hebben nog zes weken te gaan. Er komen nog heel veel. Economische cijfers in die zes weken naar buiten. Alleen, bijvoorbeeld... alleen maar slecht nieuws, hè, meneer Knol? Dat nou, weet dat, u ook. Het gaat hier ook vooral om bijvoorbeeld inflatieverwachtingen. Het gaat hier om loonvorming. Hè? Die het, we, we zijn niet de inflatie van vandaag aan het bestrijden. Nee. Maar zeg ik wij ik zijn het goed? de inflatie van over 18 tot 24 maanden aan. Zeg ik het, bestrijden. Ik het goed dat het ergens tussen de 0,5 en 0,75 zal zitten? Dat denk ik wel. wel. Oké, okay, dan zetten we daar een streep onder, want dat is belangrijk dat is het om te Maar dat is nog weten. maar wat ik wil zeggen, het einde van de eerste helft. Oh, het wordt nog dan komt er, dan er meer. Dan komt er in, als wij 2023 ingaan, dan beginnen we onze tweede helft. Dan gaan we een iets anders speltype spelen met iets kleinere renteverhogingen, hmm. maar dan gaan we ook onze obligaties die op onze balans staan, gewoon laten aflopen. Dus dan gaan we actief onze balans uh, laten krimpen. En dan, ja, dan bevinden wij ons in de zone waar wij actief onze economie iets gaan afkoelen, omdat dat nodig is, omdat je zonder afkoeling krijg je niet een inflatie van 10% terug naar 2% binnen 18 tot 24 maanden. U zegt we zitten in de eerste helft. Het is nog maar net begonnen het spel eigenlijk, dat zegt u. Hè? Nou, we zitten in de slotfase van de eerste helft ja, ja. en uh, het is iets meer dan net begonnen. Maar en nog, en nog we zijn er nog zeker niet. Mensen moeten niet de, de rust gaan uh, vermengen met het eindsignaal. Nee. En om in uw sportmetafoor te, te blijven, nog geen doelpunt gescoord? Nou, dat gaan we zien. Ik denk dat we al heel veel doelpunten hebben gescoord. We hebben al 1 keer, keer 50 en 2 keer 75 ja. basispunten gescoord. En nogmaals, die effecten gaan we vanaf de tweede helft ja. van volgend jaar zien. Zeg, u heeft eerder gezegd, u citaat: Er is meer dat we, niet, dat we niet begrijpen van inflatie dan dat we er wel van begrijpen. Ja, klopt. Ik denk dat dat zit ook in de quote van mevrouw Lagarde uh, verstopt. De inflatie heeft ons inderdaad enorm uh, verrast. Zit u, op, zit u op het slappe koord? Bent u aan het balanceren in de hoop dat het goed komt, maar u weet het ook niet? Nou, kijk, ik denk dat wij gewoon in een situatie zitten met een ongekende onzekerheid. We komen uit een pandemie die we nooit eerder ja. zo hadden meegemaakt. Er komt een oorlog op het Europese continent overheen, die we sinds 1945 niet meer hadden meegemaakt. Ja, dat zit natuurlijk allemaal niet in onze modellen. Nee. Dat zit niet in onze economische concepten waarmee we normaal naar monetair beleid kijken. Dus ja, het is een, een ongekende onzekerheid. Christine Lagarde zei ook donderdag, uh, de, de, ja, helaas gloort er een recessie aan de horizon. Die zit eraan te komen. Zegt u het daarna? Nou, ik denk dat, de, dat die recessie steeds uh, waarschijnlijker begint uh, te worden. Ik zeg er wel bij dat we ons in het Nederlandse geval ook wel de vraag moeten uh, gaan stellen van hoe erg... Is dat eigenlijk? En waarom zeg ik dat? Kijk, wij maken natuurlijk voortdurend schattingen van wat is ongeveer zeg maar even, de bezettingsgraad hè, van de Nederlandse economie. En die zit maar liefst op dit moment, schatten wij, rond de 103 procent. En dan moet u zich voorstellen: dat is een hotel wat dus stelselmatig 3 procent meer overnachtingen verkoopt dan dat het kamers ter beschikking heeft. Ben ik te negatief als ik zeg, nog wel? Nog wel, en als wij in een recessie gaan komen, dan gaat er natuurlijk eerst iets van die 3% af. Maar hoe erg is dat? De eerste 3% die er vanaf gaat, brengt eigenlijk onze economie alleen maar terug ja. naar het potentiële groeipad. van Maar u zegt dat er zitten ook mensen te luisteren die dit horen en die denken: van ja, maar ik kan nu mijn energierekening al niet betalen en misschien staat mijn baan wel op de tocht. Kijk, dat is altijd het spanningsveld. Dus u noodt mij hieruit om een macro-verhaal ja. te komen te vertellen. En natuurlijk is het zo. Dat er voor individuele mensen die hun baan verliezen, die hun rekening niet meer kunnen betalen, dat dit een absoluut hard gelach is. En dat ga ik ook niet ontkennen dat het een hard gelach is. Maar als we naar het macrobeeld kijken, er zijn op dit moment 43% meer vacatures dan dat er werklozen zijn. Stel hè, dat we in een recessie gaan, dat een aantal bedrijven, hè, dat niet meer met deze hoge energieprijzen in Nederland concurrerend kan produceren, de deuren moeten sluiten. Opnieuw, dat is een hard gelach voor diegenen die op dat moment hun baan verliezen. Maar er zijn wel mindere tijden om je baan te verliezen dan deze tijden. U zegt eigenlijk, hoor ik u dat zeggen, we hebben een recessie nodig. Het moet minder gaan om die we inflatie een te nodig. krijgen. We hebben een absoluut, we kunnen niet als economie op dezelfde. Kijk, uiteindelijk komt inflatie omdat er een kloof is tussen de vraag, dus de bestedingen van mensen, bedrijven enzovoort, en het aanbod. Van spulletjes, van diensten enzovoort. En of die inflatie nou komt doordat de vraag ineens heel spectaculair is toegenomen, lees de Verenigde Staten. Of omdat die komt doordat het aanbod nou recent heel sterk is afgenomen. Lees de oorlog in Oekraïne en Europa. Voor ons maakt dat eigenlijk niet zo heel veel uit. Wij hebben alleen maar instrumenten die aangrijpen. Bij, het, bij de vraag, de bestedingen van de mensen, rente verhogen, leenkosten duurder maken. En wij zullen die instrumenten moeten gebruiken om die ho te hoge vraag terug in lijn te brengen met dat lagere aanbod. Even een kort rondje. Voor, wat, wat, is, wat zit er in de portemonnee? Uh, wat, wat, wat merken we er thuis van? Voorlopig de huizenprijzen, gaan die verder dalen? Ik vermoed van wel. Ik uh, heb geen idee uh, waar en met welk percentage. Maar het is volstrekt duidelijk. Dat als je jarenlang een tienjaars hypotheekrente van rond de 1% hebt gehad en nu zit je rond de 4% of zelfs daarboven. ja, In Nederland worden de huizenprijzen goed deels bepaald door de financieringsruimte van mensen. Die ruimte is afgenomen, dus daar horen lagere huizenprijzen bij. De spaarrente die gaat minimaal omhoog, terwijl het toch niet slecht gaat met de banken. Hoe zit het daarmee? Ja, Moeten die, moet die, die banken aan niet? De commerciële beslissingen die de banken nemen, op zich krijgen de banken nu weer rente op het geld dat ze ja. aan het eind van de dag bij ons uh, stallen. Dus ik verwacht dat zij die rente ook geleidelijk gaan doorgeven. Maar u ze niet ontwerpen. manen tot spoed? Want de rente, hypotheekrente staat tussen de 4 en 5 procent. De spaarrente op een zuinige, karige Hollandse bedrag van 0,25 procent... Hoezo? Ja, kijk, ik, dat zult u echt met de heren bankiers moeten bespreken. Wij maar, u bent de niet... toezichthouder, meneer ja, Knop. U heeft toch ook iets hun, over te Wij treden niet in hun commerciële afval. Maar nou, u zegt ja. wel, ik verwacht dat dat omhoog gaat. Ik verwacht zeker dat het omhoog gaat. Historisch heeft altijd de spaarrente... de officiële rentetarieven van de Europese Centrale ja. Bank gevolgd. Zeg, meneer Knop, dan nog iets over uzelf even. Hoe staat de Nederlandse bank ervoor? Want u schreef op 9 september een brief naar mevrouw Kaag... de minister van Financiën. Dat is eigenlijk een beetje een brandbrief... waarin u waarschuwt, ja... Door alle omstandigheden nu, we hebben geld in obligaties moeten steken, we hebben deposito's van banken, de grote banken hebben we op onze spaarrekening staan, er moet rente over betaald worden. Als ik er nog eens goed naar kijk naar de balans, dan kom ik met een tekort te zitten van misschien wel tussen de 9 en 13 miljard euro bij de Nederlandse bank. Ik las die brief, ik dacht, hé, dat, ja. is een, dat is niet fijn. Kijk, wij hebben door het aankoopprogramma van obligaties in korte termijn de balans van de Nederlandse Bank verhoogd van 80 miljard in 2011 toen ik aantrad naar 590 miljard vandaag de dag. Gigantisch. En bij zo'n enorme operatie horen natuurlijk winnaars en verliezers. En u bent nu een verliezer. Een van de grote winnaars, zullen we daar toch even mee beginnen, ja. is de Nederlandse Staat. Dat hebben we ook in die brief, dat heeft u ook in die brief kunnen lezen. Tussen 2015 en 2020 schatten wij dat de staat zo'n 28 miljard heeft uitgespaard aan rentebetalingen. dankzij dit programma. Punt gemaakt. Maar Een van de verliezers zijn wij zelf. Op onze eigen balans, zoals door het mechanisme wat u al aangaf met de rente. gaan we bij, met de kennis van vandaag. Gaan we ongeveer 9 miljard verliezen de komende jaren gaan incasseren? 23, in 2023 en 2024, schrijft u in die brief, zullen wij een groot verlies waarschijnlijk tegen moeten zien? Ja, ik heb het in totaal tot 2027, maar ja. wij schatten dat op ongeveer 9 miljard. Het is wel zo dat wij financiën. Mag ik even verder dus, ik kan even uitleggen? Aan de, want dit is, dit is uh, natuurlijk nieuw voor veel kijkers. Um, u zegt daarbij: van, ja, het kan zo zijn dat onze buffer die we hebben opgebouwd, 11 miljard, dat dat te weinig is. En dan moet ik aanbellen bij ja. u, mevrouw Kagen. Dan, moet ik, dan heb ik geld nodig van het ministerie van Financiën, ergo van de belastingbetaler. Ja, u maakt nu een aantal stappen tegelijk. Ja. Onze financiële reserves op dit moment zijn 11,3 miljard. Zolang de verliezen zich beperkt blijven tot 11,3 miljard. Kunnen we dat opvangen met onze eigen buffers? Zal wel betekenen dat wij de komende 20, 30 jaar... geen dividend meer kunnen uitkeren aan onze aandeelhouder... omdat we dan alle toekomstige winsten na 27... Dat is de staat, hè, de Zullen moeten gebruiken, inderdaad de staat... om onze buffers weer op te bouwen. Maar we weten niet wat de rente gaat doen. Als we er nog... Spectaculair hogere rente nodig gaan hebben om de inflatie te bestrijden maar dat heeft dan net op gezegd. dit moment in de markten is ingeprijsd. Ja, het gaat ten opzichte van wat op dit moment al in de markten is ingeprijsd. En in de markten is die tweede helft van ons, waarover ik sprak, die is al ingeprijsd hè, voor een deel. Het gaat om de mate waarin het niet is ingeprijsd. Dan zou het dus kunnen dat je een verlies gaat leiden wat zelfs die 11,3 miljard te boven gaat. Dat betekent dat de centrale bank met een negatief eigen vermogen uh, uh, te maken krijgt. Dan is er op zich nog geen enkel probleem. Wij blijven gewoon aan onze verplichtingen kunnen voldoen. We hebben geen klanten die een run op onze bank uh, kunnen. Hè, er zijn collega's die. We moeten wel bijpassen, de Nederlandse Die burger, met een negatief dan... eigen vermogen blijven. Ja, door. Dus... Het is alleen niet heel fijn om hey. met een negatief eigen vermogen. Dus daarom wil ik op basis daarvan toch ook eens het gesprek met mijn aandeelhouder aangaan, hè, de minister van Financiën. Of het misschien in die omstandigheden niet gepast is dat zij een stukje van die 28 miljard hè, zal gebruiken om bijvoorbeeld een herkapitalisatie wat? te doen. En haar antwoord was. Hmm? Haar antwoord was: We hebben daar nog niet over gesproken. Zij heeft aan de Kamer aangekondigd dat we dat gesprek binnenkort aangaan. Ja. Dat is de evaluatie van ons kapitaalbeleid. We hebben staand kapitaalbeleid met het ministerie van Financiën. Alleen dat kapitaalbeleid voorziet niet in de mogelijkheid van een negatief eigen vermogen. En daar moeten we dus het gesprek over aangaan. Ja, maar nog één slotvraag hierover. Dus wat u eigenlijk zegt is: hoe hoger die rente wordt van de Europese Centrale Bank, daar zit u zelf bij. Hoe duurder het voor ons wordt ja, dat klopt. en hoe meer geld eruit ja, gaat. En hoe groter, en even mijn vraag afmaken, ja. dat snapt ook iedereen. En hoe groter de kans is dat de Nederlandse belastingbetaler moet bijbetalen. om de balans van de Nederlandse bank. waarvan ik altijd dacht, die is solide, daar kan niks mee misgaan. om daarbij te passen. Nou, dat is een kijk, nieuw verhaal. Dat kent de balans niet. van de Nederlandse bank is solide. We hebben namelijk ook nog een goudvoorraad. We hebben ook nog een herwaarderingsreserve op het goud van meer dan 20 ja. miljard. die we niet mee mogen tellen voor ja, ja. het eigen vermogen. Maar die staat er. Maar die er. wilt u niet verkopen? Natuurlijk wel. Nee, we, dat gaan we zeker niet doen. Nee. Um, en ja, er zitten, zitten een aantal stappen in uw uh, redenering. Uh, uh, en als we zover zijn, ja, dan zou ja. dat kunnen. En ik vind dus ook dat in, in, in het kader van transparantie. Wij zijn hier overigens altijd volledig transparant. Altijd nee, 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 vanaf 2015. Je. Dat ik ja. deze optie ook in de brief heb moeten melden. Ja. En ik ga daar het gesprek over aan. Slotvraag. Elf jaar lang heeft u deze functie. Het begint wel heel zwaar weer te worden. Hè? Ook voor u. Met wat we nu allemaal horen. Nou, kijk, ik ben uh, in die elf jaar uh, de nodige crisis uh, voorbijgekomen. Dus een zekere gelouterdheid uh, treedt natuurlijk ook wel op. Maar het is wel waar dat de huidige omstandigheden met een snel oplopende inflatie, een afzwakkende groei. snel uh, stijgende financieringskosten voor burgers en bedrijven. dat is wel een ongekende uh, situatie. En voor centrale banken ook wel een ongekend uitdagende situatie. Klaas Knot, dank u wel voor uw komst vandaag. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.